Voor de aftrap op Sportpark De Lok van de wedstrijd TSC tegen Schijndel werden de spelertjes van de E2 op het hoofdveld gehuldigd door voorzitter Van den Burg voor het behaalde kampioenschap. Een puike prestatie van de jonge spelers van de Tielse Eendrachtscombinatie. Dames en heren, de eerste kampioenen bij het TSC van het seizoen 2014-2015. TC doet weer helemaal mee in de hoofdklasse B. Door zelf met 3-1 te winnen van Schijndel en het puntenverlies van de directe concurrenten Gemert, Dongen, UD19 en Blauw-Geel staan de Tielenaren nu derde op 2 punten achterstand van koploper Gemert. TEC is de laatste wedstrijden een expert in het optimaal benutten van hoekschoppen. 3 tegen Top Os en 2 tegen Dongen beslisten deze wedstrijden. In de eerste 10 minuten kreeg TEC er 3 tegen Schijndel. De eerste ging via Je Bartels op de buitenkant paal. De derde betekende een 1-0 voorsprong. Bij de tweede paal tikte Joel Senaki de bal hoog in het dak van het doel. Bartels kreeg na 35 minuten de bal vrijgespeeld door een kopbal van Sven van Inge. Doelman Timo de Lauweren stopte het schot knap. 4 minuten later werd het toch 2-0, toen Nouri een voorzet van Vierek keihard raak schoot. De enige redding die keeper Sebastian van der Sman van TEC moest maken was op een vrije trap van Amber Tuithof. De doelman tikte de bal stijlvol uit de bovenhoek. Na rust vervlakte de wedstrijd. Vierek stuitte met een schot van 20 meter nog op de Lauweren, de keeper van Schijndel. Het enige echte hoogtepunt was een actie van Bartels. Hij draaide zich knap vrij en werd vervolgens neergelegd. Zelf benutte Bartels de strafschop. 3-0. In de laatste minuut scoorde Schijndel onverwachts toch nog tegen. Vergrote afstand mocht Sven Blummels ongehinderd aanleggen. De bal verdween precies in de uiterste hoek. 3-1. Een degelijke wedstrijd, zo laten we hem maar omschrijven. Hankie Leijatemia, trainer van TC. Ja, het was echt een degelijk wedstrijd. Ja. Het was geen hoogstaand. Niet altijd best voetballen, maar 3 punten tellen en dat is wel belangrijk. Het was ook niet nodig om heel erg diep te gaan, hè? De tegenstander. Ze kwamen om te voetballen, maar eigenlijk waren ze het er al wel mee eens dat ze op de pijnbank zouden komen te liggen. Ja, maar dan nog. Hè? We kwamen heel vroeg al op 1-0 en dan ben je blij mee dat we heel vroeg op 1-0 komen. Maar ja, voor hetzelfde had je ook 2-8 kunnen staan. En dat was niet goed. De eerste helft was een beetje, het is dat je Sebastian van der Sman in de goal hebt. Maar het was wel nog wel even moeilijk, laat ik het zo zeggen. Het werd te makkelijk. Dat heeft natuurlijk alles met concentratie te maken, maar natuurlijk ook met de wedstrijd die er gaat komen voor de beker. Ja, ook met concentratie. Kijk, je maakt heel snel 1-0 en dan Schijndel komt hier voor verdedigen en hebben ze goed gedaan. Alleen wij hebben daar niet goed uitgespeeld. Je moet er ook niet zoveel kracht aan neerleggen bij deze wedstrijd, want die jongens die komen toch niet om te voetballen. Ja, dan moet je heel goed zijn. Dan moet je zo snel mogelijk die wedstrijd op slot gooien en dan lekker voorbereiden op UNA. Het wordt spannend, hè, die competitie. Het is een leuke competitie, maar het kruipt allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, ik denk dat het misschien pas op de laatste speeldag bekend wordt wie de kampioen kan worden. En je hoopt natuurlijk dat je er heel kort bij zit. Nou, Gemert heeft gisteren verloren. Dus dan wordt het alleen maar een stuk dichter bij elkaar. Maar ja, het is een hele leuke competitie, ja. Je Bartels, jij kunt tevreden terugkijken met een gemaakte goal. Ja, nee, zeker. Ik had de vorige 2 wedstrijden niet gescoord. Nou, dat vergeten wel toch aan me, dus ik ben blij dat ik vandaag... Als je dat nou leuk vindt. Heb je hem er wel helemaal op staan met je 2 ogen? Helemaal op 2 ogen, ja. Oké. Jij kunt terugkijken op een mooie wedstrijd, gescoord vanuit een penalty. Ja, klopt. Nee, ik had de vorige 2 wedstrijden niet gescoord, dus ik was vandaag wel op gebrand om een doelpunt te maken. Dus ik was blij dat hij erin zat. Ik veroorzaakte hem ook zelf, dus dan wilde ik hem ook zelf nemen. En gelukkig ging hij erin. Waar je Bartels loopt in de voorhoede, daar is gevaar. Dat is mooi, hè? Dat die vorm weer terug is. Ja, ik moet zeggen, echte vorm is er nog steeds niet. Ik voel wel elke week weer lekkerder worden en fitter worden. Maar ik ben nog lang niet op het niveau waar ik wil zijn.
En dus ik kan niet wachten eigenlijk tot het volgende seizoen. Ik vind het baal een beetje van dat er nog maar 5 wedstrijden zijn. Ik had graag nog meer wedstrijden gespeeld. Nou, en het wordt een spannende ontknoping. In die zin kan het nog heel mooi worden. Hè? Ja, nee, zeker. We zijn heel blij met het resultaat vandaag. Zeker gezien de verliespartij van Geemert gisteravond. Dus ja, we lopen 3 punten in. En met een beetje geluk doen we helemaal mee voor het kampioenschap. En kan het zomaar een heel mooi einde worden dit jaar. Dat zou heel leuk zijn. Tegenover me Nomet Mnouri, fantastisch gespeeld hè? Ja, het ging lekker. Ik denk dat we goed begonnen aan de wedstrijd. We maakten de 1-0 via een corner. Joe Asanaki tikte hem erin. En, toen hun had ook aardig wat kansen gehad, maar die maakte ze heel hard. Ik vond dat Sebastien goed keepte vandaag. Hij hield zijn doel schoon. Ja, en de bevrijdende die kwam van jouw hoofd, dat was een fantastisch doelpunt. Ja, Joe gaf hem mee aan Greg. Die liep goed mee. Haalde de achterlijn en gaf hem strak voor. En ik tikte hem bij de tweede paal binnen. Nou, dat moet een lekker gevoel geven. We hebben iedereen beoordeeld bij Van Stads TV. En we hebben besloten om jou man of the match te maken. Je hebt die helemaal verdiend. Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Ik vind dat meerdere van ons team goed gespeeld hebben vandaag. Ik bedoel, het veld was ook niet helemaal goed. Het was moeilijk lastig te voetballen. En die laatste 5 wedstrijden, het wordt nog spannend. Ja, zeker. We hebben nog 5 wedstrijden te gaan. En als we zo door blijven gaan, denk ik dat we kampioen kunnen worden. Dan de uitslagen van de op 12 april 2015 gespeelde wedstrijden. Geemert OSS 20 0-3. TSC RKSV Schijndel 3-1. UD19 De Valk 1-1. Dongen Dosco 0-0. Groene Ster AWC 4-1. Top tegen Baronie 1-4 en Deurne Blauwgeel 38 1-0. De stand per 12 april, Geemert bovenaan, 43 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Dongen volgt op 1 punt, 42 punten uit 22. TSC nu derde, 41 punten uit 22. UD19, 40 punten en OSS 20, 39 punten uit 22 gespeelde wedstrijden. Het speelschema voor de volgende ronde gespeeld op 19 april. AWC tegen Dongen, Baronie in Breda tegen TSC, Blauwgeel 38 tegen RKSV Schijndel, Dosco tegen Groene Ster, Geemert tegen UD19, OSS 20 top en De Valk speelt tegen Deurne. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC op Sportpark De Lok wordt gespeeld op 26 april en begint om 2 uur. Dan is de wedstrijd te zien TSC tegen De Valk. Tot zover TSC TV, graag tot de volgende keer.